Ja, zometeen, ik moet mijn moeder bellen. Mama, I made it. Dus ik moet... We zijn hier ongeveer met 75 studenten. Het Radulfus College van Curaçao. Ze hebben een scholenbezoektour. Ze gaan naar heel veel hogescholen en universiteiten. Eerste indruk, het is groot. Ja. Dus de scholen zijn echt groot vergeleken op Curaçao. Wil je hier studeren? Ja, misschien wel. Het is eentje met tweede keuze. Het staat op mijn tweede keuze. Op het Wat is je eerste keuze? Den Haag. Deze leerlingen komen binnen met een Nederlandse paspoort, maar ze zijn eigenlijk internationale student. Het is Nederland of Amerika? Nooit. Oh, en welke? Ik denk Nederland. En waarom ben je in Nederland? Ja, alle familie zijn er, alle vrienden gaan daar. En het is, ja, handiger. De taal beheersen ze op een andere manier. Op de eilanden wordt Nederlands anders gesproken, minder gesproken dan hier. Maar ook, ze zijn helemaal niet bekend met de Nederlandse cultuur, met de Nederlandse samenleving. Ze hebben ook een andere communicatiecultuur, een andere onderwijscultuur. En als wij vanuit de hogescholen ook een stap kunnen doen richting deze leerlingen, kunnen we ze beter laten studeren, zodat ze ook minder uitvallen en dat ze weten welke faciliteiten zo'n hogeschool biedt. Ik vind deze school best... Nou, ik vind het leuk. Ik vind het leuk omdat het... Het eist dat je zelfstandig bent. Nee, ik ben echt moe. Echt. We staan super, super vroeg op. En slapen super laat. Maar weet je, dat is iets wat met experience komt. Memories gewoon. Ja.